Welkom bij alweer de derde video deze week. Net zoals gisteren gaan we eerst beginnen met het laatste nieuws. Wat is er vandaag op de aandelenbeurs gebeurd? Welke nieuwsberichten zijn er interessant voor de komende tijd? Niet specifiek die berichten, maar wat kunnen we daar uithalen natuurlijk? En we gaan weer iets interessants leren. En dat is, zoals al eerder gezegd, Disney. Het aandeel gaan we bekijken. Kijken wat het de laatste tijd heeft gedaan. En eventueel kijken wat het de komende tijd kan gaan doen. Welke impactmaatregelen op dit bedrijf kunnen hebben. Genoeg te bespreken dus. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Zoals je aan het lampje achter me kunt zien, een rode dag vandaag. Het ging niet zo heel erg goed op de beurs. Laat ook weer even meteen de screenshots gaan kijken van iex.nl. Daar kunnen we alle koersen zien. Deze heb ik genomen om zeg maar 4:15. We zien dat linksboven de AEX toen zeg maar 3,6% in de min stond. En eigenlijk zagen we dat overal wel terug. Over heel Europa, maar ook natuurlijk weer Amerika. Alles zat zo'n beetje tussen de 3-5% in de min. Als we rechts gaan kijken, dan zien we zowel een paar goede stijgers als weer flinke dalers. En de daler die mij natuurlijk opvalt is Basic-Fit. Eerder deze week heb ik daar 20 aandelen van gekocht. Toen het juist in één keer heel hard achteruit ging. Toen dus alle shops, zeg maar, of alle clubs werden gesloten. Waarom het vandaag weer met 13% daalt, dat heb ik niet echt een goede reden voor kunnen vinden. Misschien weet jij hem wel. Laat hem dan zeker even weten in de reactie onder deze video. Je zult namelijk zien dat heel veel gaat daar op abonnement, of alles gaat daar in de vorm van abonnementen, die lopen gewoon door. Het enige wat er natuurlijk wel zou kunnen zijn, is dat er mensen zijn eigen niet aan gaan melden op dit moment, dus er komen geen nieuwe leden bij. En bij leden waarvan het abonnement afloopt, ja, die zullen hem voorlopig nog niet gaan verlengen. Dus daar zul je natuurlijk wel wat leden kwijtraken, of in ieder geval nog niet krijgen op dit moment. Dus dat zou misschien een verklaring kunnen zijn, ik weet het niet, het viel me in ieder geval op. Omdat het één aandeel is waar ik zelf aandelen van heb en dus pas nog heb verdubbeld. Ook vandaag heb ik 3 nieuwsberichten uitgekozen die ik even wil behandelen in deze video. Het eerste was een bericht over Christine Lagarde, de president van de ECB, de Europese Bank. Zij verwacht een krimp van zo'n 5% dit jaar voor heel Europa. En dit zou ze dan hebben gezegd in gesprek met de Europese leiders. En die berekening daar is van uitgegaan van de huidige situatie, van de maatregelen die nu genomen zijn, dat zo nog 3 maanden doorgaat. Nou, dan zie je wel welke impact het heeft op de beurs, of op de economie moet ik zeggen, van heel Europa. En dat heeft natuurlijk weer impact op de beurs. Dus dat heeft er waarschijnlijk ook wel weer mee te maken dat eigenlijk alles in Europa, maar ook Amerika, alles. Ja, we zien steeds meer wat de impact wordt, zeker als dit soort personen het gaan zeggen. Dan kunnen we daar een beetje rekening mee houden. Het wordt allemaal wat concreter voor ons. We weten dus dat er een krimp aan zit te komen. We kunnen misschien hier een beetje uit afleiden dat ze denken, of in ieder geval hopen, dat het niet langer dan 3 maanden duurt. Ook vandaag was er weer een nieuwsbericht over Shell. Standard & Poor's had weer een negatief advies eigenlijk over hun, of ze waren in ieder geval negatief over het bedrijf en de korte toekomst van Shell. Misschien kennen jullie Standard & Poor's wel. Het is een kredietbeoordelaar. Dus dat gaat kijken naar hoe staan landen of bedrijven ervoor. Nou, zij kijken dus ook bijvoorbeeld in dit geval naar Shell. En juist Shell negatiever omdat de olieprijzen laag zijn. Zoals ik gisteren al in de video heb verteld natuurlijk. Dit lijkt erop dat het nog wel een tijdje zal blijven. En dat heeft natuurlijk een impact op Shell. Want ja, alles hangt eraf van de oliekoers, olieprijs. Dus daar zal ook de kaststromen zullen daar afnemen. Nou, als die heel veel af gaan nemen, dan zal Shell geld moeten gaan lenen bij banken, aandeelhouders misschien zoals jullie. En daardoor kan juist de positie of de kredietwaardigheid van Shell weer achteruit gaan, wat dus slechter is voor het bedrijf. En daar waarschuwt deze kredietbeoordelaar natuurlijk voor dat negatief kan zijn. En ze verwachten ook dat het negatief uit gaat pakken voor Shell. En als laatste zagen we weer dat veel meer autofabrikanten de fabrieken sloten. Afgelopen tijd zagen we al dat dit Ferrari, Fiat Chrysler, Volkswagen, maar nu ook BMW, Daimler, Peugeot, Citroën, noem het allemaal maar op. Ook VDL Netcar hier in Nederland wordt gesloten. Daar worden natuurlijk BMW's en Mini's gemaakt. Nou, omdat BMW de fabrieken sluit, sluit VDL Born of VDL Netcar dus ook. Niet alleen daarom, maar natuurlijk ook al deze fabrieken hebben te maken dat toeleveranciers, vaak misschien wel Chinese bedrijven of door de grenssluitingen of door weinig personeel, in ieder geval niet alles meer kunnen leveren. Nou, als jij niet alle onderdelen binnenkrijgt, kun je uiteindelijk geen complete auto maken, dus dat is logisch. Dus aandelen van deze bedrijven worden natuurlijk hard geraakt als fabrieken sluiten, maar we zagen ook het nieuws dat eigenlijk in februari de autoverkopen zijn afgenomen met 7%. Nou, doe die 2 dingen bij elkaar en het ziet er niet heel erg positief uit. Net voordat ik deze video ga opnemen, zag ik trouwens Tesla, die opent op de beurs met -10%.
Waarom? Ik ging even kijken. Nou, Tesla heeft toch besloten, of eigenlijk niet besloten, ze zijn verplicht om de fabriek in Amerika te sluiten. Elon Musk vond het eerst nog niet nodig en had gezegd, als je klachten hebt, blijf vooral thuis, kom niet werken. Nou, ik vind dat we door kunnen gaan. Nou, daar denkt de overheid dus anders over. Alleen echt essentiële bedrijven mogen open blijven. En dus wordt ook de fabriek van Tesla gesloten. Maar meer over auto's en in het specifieke geval Tesla ga ik in de video van morgen bespreken. Want dan ga ik eigenlijk uitgebreid in op Tesla. En voordat we gaan kijken naar het aandeel Disney wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welk onderwerp en zo jullie leuk vinden dat ik daar meer video's over kan maken. En natuurlijk is het goed voor het YouTube kanaal. Want meer mensen krijgen deze video te zien. En natuurlijk kunnen er ook weer meer mensen iets van leren. En wil je zelf nog meer video's zien zoals deze. Normaal maak ik 2 video's in de week. Aangezien het nu heel erg onrustig is op de beurs, maak ik elke dag een video, een korte update. Dus wil je geen enkele video missen, klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje dat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu dus verder kijken naar het aandeel Disney. Want Disney is zo'n aandeel dat al vrij snel de effecten daarvan zag. Je zag dat wat parken daar in Azië gesloten werden. En de laatste tijd zien we eigenlijk ook wel een flinke daling bij Disney. Gaan we kijken naar het hoogste punt. Dat was 19 februari. Toen stond Disney op $141. Kijken we naar het laagste punt. 12 maart was dat. Was het $92. En dat is dus een daling van 35%. En het dieptepunt op 12 maart had ermee te maken dat toen ze bekend maakten dat ook de parken buiten Azië dicht gingen. Dus het de Disneyland Parijs ging dicht en de parken in Amerika. Wat het belang van deze parken is, kunnen we zien in de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2019, Q4. En deze cijfers zijn van 4 februari van dit jaar. We zien daar de omzet van dat kwartaal en dat begon met media, 7,3 miljard. De parken, 7,4 miljard, oftewel 36% van de totale omzet in dat kwartaal. Studio, daar zullen de films en zo onder vallen, 3,7 miljard. En direct to consumer is 4 miljard, een kleine 20%. En als je alles optelt, zul je trouwens zien dat dat meer dan 100% is. Maar dat heeft ermee te maken dat er ook nog een post-eliminations is, waar heel veel kosten zijn geboekt. Maar laten we dan even ingaan zoomen op deze parken. De parken zijn op zich een redelijk groot gedeelte van de omzet, zoals we zagen 36%. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat Disney niet overal eigenaar is, of in ieder geval niet overal volledig eigenaar van is. Waar ze wel voor de volle 100% eigenaar van zijn, is Disneyland Parijs, in California Disneyland Resort en in Florida Walt Disney World. Kijk bijvoorbeeld naar Japan, daar zijn ze voor 0% eigenaar, dus gewoon helemaal geen belang hebben ze daarin. Het park in Hongkong voor 47% en het park in Shanghai voor 43%. En zo zie je dus maar dat, ook al heeft het de naam Disney, Disney niet altijd volledig eigenaar is. En in de meeste gevallen is dus ook niet eens volledig of niet eens voor de helft eigenaar is. Dus dat heeft een grote impact. Wat ze wel nog heel veel hebben is natuurlijk hotels, resorts, eigen cruise liner. In hoeverre ze daar overal 100% eigenaar van zijn, weet ik niet. Maar ze hebben natuurlijk wel overal een groot belang. Dat draagt natuurlijk wel heel erg bij aan de omzet van deze parken. En als we gaan kijken naar die omzet van die parken, 2/3 daarvan komt domestic, dus binnen Amerika zelf, terwijl maar 1/3 buiten Amerika wordt verdiend. Dus op het moment, zoals nu dus, dat de parken in Amerika worden gesloten, heeft een veel grotere impact. Zeker omdat het 2/3 van de omzet is, maar ook nog omdat ze daar 100% eigenaar van zijn. Dat het een veel grotere impact heeft dan toen wanneer de parken in Azië werden gesloten. En die zijn juist nu weer geopend. Maar behalve parken zagen we nog meer onderdelen waar Disney omzet uit haalt. Eentje daarvan was direct to consumers. En daar valt bijvoorbeeld Disney Plus of ESPN in. En vooral ESPN is natuurlijk nu een belangrijk onderdeel. Want dat is zeg maar de sportzender van Disney. Daar worden heel veel sporten op uitgezonden. Alleen net zoals hier in Europa en Nederland liggen heel veel sporten stil. Dus er wordt niets uitgezonden. Er is geen live sport. Dus het is natuurlijk de vraag van, halen ze daar nog inkomsten uit? Of zijn ze misschien verplicht om dingen door te blijven betalen? Ook al zijn er geen uitzendrechten eigenlijk om iets uit te zenden. Als dat het geval al niet is, dan zijn er natuurlijk veel minder reclames. Of tenminste, er zijn wel reclames, maar er wordt veel minder voor betaald. Omdat veel minder mensen natuurlijk naar ESPN zitten te kijken op dit moment. Dus vooral zo'n zender kan best wel grote impact hebben als dit een tijdje zo door blijft gaan. En natuurlijk zal er heel veel op abonnementsbasis werken. En dat zal al voor een langere tijd vast liggen. Dus net zoals bij Basic Fit, ze gaan niet heel veel mensen zomaar weg. Ze zullen wel natuurlijk wel afvallen en dan komen er op dit moment geen mensen bij. Dus daar merk je natuurlijk wel in abonnementsgeld. En zeker wanneer grote toernooien zoals de EK dit jaar, ik weet niet of het daar groot is in Amerika, maar er zullen ook vast in Amerika grote toernooien worden afgelast. Ja, dat heeft natuurlijk wel een impact op wat zo'n zender zeg maar aan te bieden heeft aan de klant. Gelukkig heeft Disney in dit segment natuurlijk ook nog Disney Plus. Dat is natuurlijk waar
Lijkt me nu wel heel veel mensen naar zitten kijken. Net zoals Netflix, omdat veel mensen tijd hebben, veel thuis zitten, binnen moeten blijven. Ga je natuurlijk eerder Netflix kijken of Disney Plus. Dus misschien dat ze daar wel profijt kunnen halen. Maar ik denk niet dat het compenseert met wat ze aan verlies leiden bij ESPN. En als laatste dan heel even kort ingaan op die andere twee sectoren waar ze zeg maar geld uithalen, omzet uithalen. Media en de films, zeg maar. Natuurlijk, media, dat zijn de eigen zenders. Daar zullen ook misschien wel minder mensen kijken. Er wordt minder geadverteerd, dus daar halen ze minder inkomsten uit. Films zul je zien dat heel veel wordt verzet. Grote films zoals James Bond zijn verzet naar november, omdat ze bang zijn dat geen mens naar de bioscoop gaat. Nou, inmiddels zijn bioscopen gesloten, dus er kan ook niemand naar de bioscoop gaan. Dus natuurlijk is het niet zo dat uiteindelijk geen geld wordt uitgegeven. Alleen mensen zullen pas later in het jaar die film kunnen gaan kijken. Eventueel films die nu worden opgenomen moeten verzet worden. En het heeft voor Disney dus best wel veel impact op veel verschillende gebieden. Dat maakt ook eigenlijk best wel een lastig aandeel. Want aan de ene kant heeft het al best een flinke daling gehad. Aan de andere kant, ja, heel de beurs heeft een flinke daling gehad. We zagen toen de parken gesloten werden dat het al een tik kreeg. Maar ik denk zeker nu de parken in Amerika en Europa gesloten zijn, dat het veel belangrijker is voor dit aandeel en dat het nog veel harder getroffen wordt. Zeker wanneer het een ruime tijd nog zo gesloten blijft. Het is wel zo dat binnen deze omzet van die parken ook nog merchandising en licentie vallen. Dus ja, daar halen ze misschien nog wel geld uit. Mensen blijven misschien wel bepaalde dingen kopen, alleen natuurlijk minder dan voorheen. Ja, dat is, maakt het natuurlijk een heel lastig aandeel, zoals ik net al zei. Er zijn zoveel dingen, je kunt niet makkelijk kijken van, oh, de parken zijn gesloten, dus het gaat heel erg slecht. Nee, op heel veel dingen zijn ze actief, heel veel heeft verband met elkaar. Als een park wordt gesloten, blijven hotels leeg, of worden ook gesloten. Resorts zijn dicht. Het heeft allemaal effect op elkaar en het is heel erg moeilijk om te zeggen wat daar de effecten uiteindelijk zijn op Disney. Eén voordeel is het wel, Disney heeft bijna of iets meer dan 7 miljard euro cash achter de hand. Dus ze kunnen nog wel een tijdje, volgens mij minstens 2 kwartalen, ja, zonder inkomsten uit dit soort dingen kunnen ze wel overleven. Dat heeft natuurlijk wel een enorme impact op hun bedrijf. Dus het is wel allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, waar je naar moet kijken. En dat is eigenlijk ook het idee wat ik dit aandeel behandelde. Als je Disney van tevoren hoort, dan denk je alleen misschien vaak aan de parken. Daar ken je het van. Maar ze zijn natuurlijk heel erg groot. Heel veel omzet komt uit films, uit eigen zenders. En zoals gezegd dus uit ESPN en dat soort dingen. Direct to consumers. Dus dat zijn dingen misschien waar je van tevoren geen rekening mee houdt. En zo zal het bij heel veel bedrijven zijn. Je kent een bedrijf van één ding, maar grote kans dat ze nog veel meer andere dingen ernaast doen waar je ze niet van kent. Dus het is altijd belangrijk om dus een jaarrekening, een kwartaalcijfer van een bedrijf te bekijken voordat je een juiste, of voordat je überhaupt een beslissing neemt. En dan is mijn vraag ook aan jou, wat vind jij van het aandeel Disney en de onderliggende activiteiten? Wat verwacht je ervan? Hoe kijk jij daar tegenaan? En laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Morgen gaan we dus wederom een video maken over het laatste nieuws. En ga ik naar het aandeel Tesla kijken. Dus als je daar nog vragen of opmerkingen over hebt of dingen die je graag beantwoord wilt zien, laat dat ook weten via de reacties. En als je die video niet wil missen, klik dan hieronder op te abonneren op het kanaal. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als de nieuwe video online staat. En zie ik je graag dus in die volgende video terug.